De GGZ heeft veel aandacht voor shared decision making, oftewel samen beslissen. Je vindt de term in elk beleidsstuk terug. Wat verstaan we onder shared decision making en waarom wordt dit toegepast? Wat zijn onze ervaringen? Doen professionals dit niet al veel langer dan vandaag? Waar denkt u aan bij het begrip shared decision making? Shared decision making staat voor gezamenlijke besluitvorming. Dus dat je op zo'n gelijkwaardig mogelijk niveau met de cliënt in gesprek gaat over wat de beste keuzes kunnen zijn voor de behandeling. Ik richt me op samen beslissen met behulp van ROM, routine outcome monitoring en e-health als hulpmiddelen, als informatiebronnen daarbij. Ik werk in een GGZ-instelling en mensen krijgen bij ons een intensieve dagbehandeling. Wat ik eronder versta is dat voordat het besluit genomen wordt dat iemand deel gaat nemen aan zo'n intensieve behandeling, dat hij begrijpt wat hij gaat doen en dat hij ook daarachter staat. En ik denk zelf ook, als ik zelf terugdenk aan de tijd dat ik in de war was door een psychose, dan voel je, dan is het misschien wel moeilijk om op dat moment misschien een goed gesprek te hebben. Maar ik voel wel alles. En ik reageer wel heel erg bijvoorbeeld op houding en op of iemand ook door zijn manier van doen en laten gewoon mij in bepaalde beslissingen meetrekt. Ik probeer zo goed mogelijk elke keer neutraal uit te leggen wat de opties zijn. En de cliënt van informatie te verschaffen, zodat die uiteindelijk een keuze kan maken waar die ook tevreden over is en mee verder kan. Het is natuurlijk niet zo dat je als professional opeens niet meer je deskundig advies kan geven. Maar het gaat om het moment waarop je het doet en dat de patiënt wel de ruimte heeft om ook zijn expertise in te brengen. Voor mij is wel belangrijk dat de persoon zelf beslist op dat gedeelte waar die ook deskundig op is. Namelijk dat is over zijn persoonlijke omstandigheden. Dus ik probeer mijn deel van de informatie zo goed mogelijk te geven, wat zo'n behandeling inhoudt, wat de kansen zijn dat iemand beter wordt, hoe die van zijn depressie afkomt. En dan moet iemand zelf afwegen, samen met zijn naaste, of die dat waard vindt. En dat noem ik gedeelde besluitvorming. Het klinkt heel logisch, gelukkig maar zou ik zeggen. Ik merk ook dat in de GGZ zowel patiënten als behandelaars heel positief zijn over samen beslissen. Maar in de praktijk blijkt het toch wat lastiger toe te passen dan je verwacht. Ja, het is niet zozeer een andere manier van werken dan wel meer reflecteren op hoe je doet en of je bewust bent of je ook sturend bent of niet. En ik denk dat we onbewust toch wat sturender zijn dan dat we zelf verwachten. Als we zien dat samen beslissen goed is toegepast in behandelrelaties, dan zien we ook dat mensen meer achter hun behandelbesluiten staan. En dan zien we ook dat behandeluitkomsten verbeteren. Geef mensen ook gewoon tijd om ook te wennen aan het feit dat ze ook eens een keer voor het eerst ook op deze manier ruimte krijgen om zelf hun wensen in te brengen. Sommige mensen zijn dat bijvoorbeeld helemaal niet gewend, bijvoorbeeld door hun culturele achtergrond. Als ik kijk naar mijn vader bijvoorbeeld, die komt uit Indonesië. Nou, daar is echt, als je daar bij een arts komt, nou, dan is het, dan doe je daar heel veel respect voor te hebben. En dan ga je helemaal geen vragen stellen. Maar ook mensen die misschien inderdaad, zoals dat heet, gehospitaliseerd zijn. Die misschien al jarenlang in een bepaald circuit qua hulpverlening zitten. Zijn het ook niet meer gewend om voor zichzelf te denken. Omdat zoveel al is overgenomen en voor ze is bedacht. Je bent aansprakelijk. Het wordt tegenwoordig steeds makkelijker ook om een klacht in te dienen. Je houdt natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid als therapeut zijnde. Dus je moet goed blijven overleggen met de cliënt wat mogelijk is, maar ook wat jezelf als therapeut nog, waar je grenzen liggen. En of jij dat dan nog kan begeleiden, of dat je dan, dat die misschien naar een collega doorverwezen moet worden, die dat wel kan monitoren. Ook een beetje advocaat van de duivel kunnen spelen. Hè? Dat je tegendenkt, dat je een andere kant op gaat denken van, deze man gaat deze behandeling niet doen, dat wil hij niet. Wat kan ik dan bedenken? Ik wil het eigenlijk niet, want ik denk echt dat deze behandeling het geschikt is. Maar ik ga met hem mee en hij wil alleen maar medicijnen en mediteren. Stel dat hij dat wil. Hoe kan ik iemand dan toch helpen in zijn spoor? Nou, dat is lastig. Nou, met ROM meet je hoe het met patiënten gaat in de behandeling. Dus in welke mate ze herstellen tijdens de behandeling. Je krijgt daarvan ook hele mooie grafiekjes waarin je ziet wat jou, hè, van jou als patiënt, jouw herstellijn is.
En dat is hele goede gesprekstof om te kijken hoe het gaat en op welke punten er bijstelling van de behandeling nodig is. De rol met shared decision making is anders dan de benchmark rol. Binnen shared decision making staat de rol eigenlijk voor vragenlijsten die je kan gebruiken om in de periode het proces te volgen van de cliënt. Dus dat kunnen klachtenlijsten zijn die passend zijn bij de problematiek en de cliënt. Maar dat kunnen ook herstelschalen zijn waarop de cliënt juist kan zien, hey, wat gaat al beter in plaats van hoeveel klachten heb ik nog? Want dat kan ook heel negatief voelen. En wat ik merk is dat de cliënten het fijn vinden dat ze geregeld een lijst krijgen om ook te kunnen zien wat veranderingen zijn. En om dat vervolgens met de cliënt te kunnen bespreken. Wat ik een grote verbetering vind, we hebben binnen heel veel GGZ-instellingen een ervaringsdeskundige. We hebben bij GGZ Friesland, waar ik werk, hebben we 4 ervaringsdeskundigen in dienst. En iemand kan een ervaringsdeskundige meenemen naar zo'n gesprek. Ik zou het heel mooi vinden als een huisarts, alle verwijzingen in Nederland gaan via de huisarts, dat de huisarts en ook aan de huisarts verbonden de POH GGZ, dat die wat voorwerk doet, zodat mensen die niet goed zelf kunnen beslissen, dat die geholpen worden door een neutrale persoon als de huisarts of de POH GGZ. Ik denk dat het handig is om te horen hoe het werkt en even duidelijk te hebben wat stappen zijn hoe je het zelf in de praktijk kan doen, zodat je het jezelf ook niet te moeilijk maakt. Het is niet een nieuw dogma of iets heel erg zwaars wat er weer bij moet. Als je even weet wat de stappen zijn en een handig overzichtje hebt, kun je dat prima toepassen in de dagelijkse praktijk. Samen beslissen past bij de participatiesamenleving als eerste. En als tweede bij het begrip positieve gezondheid. Waar niet alleen genezing centraal staat, maar juist ook de rollen die je vervult in je leven en die je belangrijk vindt. En vervolgens ook bij het herstelgericht werken, waarin ook niet alleen wordt gekeken naar het verminderen van symptomen, maar ook naar de verschillende gebieden van herstel. En daar past eigen regie, is een belangrijk vervolg daarop. Dus eigen regie over je eigen herstel, over keuzes in je behandeling. En dat brengt ons natuurlijk tot de beweging van samen beslissen, die eigenlijk daarin heel logisch is. Ik wil u graag 6 stellingen voorleggen en u willen vragen om elke stelling met eens of oneens te beantwoorden. Shared decision making is geschikt voor alle mensen, maar niet bij een psychose. Ja, dat is oneens, want in principe kan het bij een psychose ook. Oneens. 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 Shared decision making is een holle frase. Wij verkopen onze eigen visie in een nieuw jasje. Oneens. 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 De status patiënt-behandelaar is ongelijk. Dus shared decision making verwordt gemakkelijk tot een manipulatietechniek. Ook oneens? Oneens. Ja, dat gevaar is aanwezig, maar door goed opgeleide professionals zal dat niet gebeuren. Oneens. Hulpverleners denken toch altijd dat ze het beste weten. Oneens. Oneens. Ik denk niet dat dat zo is. Ja, dat is een lastig punt. Dat geldt ook voor de attitude moet veranderd worden. En van nature zal een hulpverlener dat beter weten, maar dat kan hij afleren. Shared decision making betekent ook de familie, het systeem van de patiënt erbij betrekken. Heel erg mee eens. Ja. Eens. Kan, ben ik het wel mee eens, ja. Zeker, dat is denk ik een heel belangrijk aspect van de shared decision making. Ik vind dat de shared decision making te veel op de patiënt alleen ligt en te weinig dat het netwerk er ook bij betrokken wordt. En dat heeft ook weer met allerlei privacy en efficiencies regels te maken. Shared decision making vraagt om rigoureuze cultuurverandering binnen de GGZ hulpverlening. Oneens, want ik denk dat we dat als GGZ best al goed doen, maar het kan nog iets beter. Ben ik het mee eens? Nou, daar ben ik het al wel mee eens. Ik twijfel een beetje over de term rigoureus, omdat ik vind dat die verandering al 10 jaar geleden is ingezet. Als je het hebt over een wat oudere populatie, laggards, zoals de Amerikanen dat noemen, achterblijvers, dan mag dat wel wat rigoureus. Maar in het algemeen vind ik wel dat de jong opgeleide psychologen en psychiaters daar goed positief in staan. Shared decision making is binnenkort bij elke hulpverlener de standaard. Mee eens. Dat hoop ik wel.
Nou, dat hoop ik wel. Laat ik het eens zijn.